Hola amigos en welkom bij een nieuwe gamevideo hier op Aldus Games. En vandaag gaan we verder met onze serie hier op Aldus Games genaamd Lucius. Dat was de langste Lucius die ik ooit, maar ook ooit heb gedaan. In ieder geval, ik hoop dat jullie er vandaag weer veel zin in hebben. Want vandaag gaan we verder met Lucius. En ik hoop dat jullie er, ja, gewoon weer zin in hebben. Dan dus ja, dan weet ik het ook niet meer. Ik zet deze webcam een beetje zo, want hij staat gewoon niet recht. En daar stress ik me aan. Oké, anyways jongens, in de vorige aflevering hebben wij de Bijbel. Als je die video niet hebt gezien, weet even zeker dat je die hebt gezien. Want anders denk je, what the fuck, waar zijn we nou weer? We zijn hier nu in Ludlow. Misschien heb je dat wel meegemaakt bij andere afleveringen. Maar we kunnen nu... In deze deur kunnen we nu eindelijk, die sleutel hebben we gefixt. En toen moesten wij hier de Bijbel oppakken. Dat hebben wij gedaan. En nu ben ik weer in de game gegaan en moesten wij iemand nog vermoorden. Of nee, we hebben een sleutel nodig. Want we moesten hier zo, bij de bank. Dat weet ik nog heel goed. Die is ook dood, die hier is. We moeten hier zo, zo'n kastje proberen open te krijgen. Hij is... Wat? Oh, nu is die helemaal niet open. Anyways, hier moeten we het open gaan maken. En met die sleutel. En die sleutel, die heeft iemand die daar zit, volgens mij. Als het goed is. Volgens mij heeft hij dat. Oh nee, hij heeft een andere sleutel. Nou, anyways, we moeten sowieso deze guy, die moet dood. Deze jongen moet dood. Dus eigenlijk moet deze auto hierop vallen. Ik weet niet hoe we dat gaan doen. Dit werkt ook niet. Not enough power. Vorige keer heb ik het geprobeerd. Is niet gelukt. Oh, detection. Hij had maar door dat ik binnen zat. Oh nee, komt hij nu? Ik hoop het niet. Wat ligt hier? Die gaat even mee. Inventory full, shit. Ik gooi wel even snel wat op de grond. Ja, drop dit maar eventjes. Zo, deze heb ik even nodig, want ik moet wat gaan breken zo. Oké, want wat ik moet gaan breken is dit. Zo. Ik denk dat ik dit moet... Break. Hoppatee! Hey, vorige keer lukte dit niet. En nu is het gewoon in één keer gelukt. Hoppatee. En nu hoop ik dat ik de sleutel kan pakken. Ja, kom op. Nee, dat meen je niet. De sleutel is bugged. Ik herhaal, de sleutel is bugged. Oké, ik heb een grapje. For men and sons key. Dus nu kunnen we ergens naar binnen. Ik weet niet waar het is. Even kijken op de kaart. Hoe deden we de kaart ook weer? Was het M? Dat was M. Oké, opeens is ook de muziek gestopt. Dat is wel een beetje raar. Zit hier eigenlijk wel, die sleutel die we nodig hebben? Ik heb geen idee. Ik zie nog maar één sleuteldingetje. Ik kan ook niet met de muis bewegen. Dat is raar. Ik kan niet verder kijken of zo op de map. Anyways, ik heb wel deze sleutel. Dus nu kunnen we eventjes kijken wat hier allemaal nog gaande is. Maar niet iets bijzonders. We moesten hier toch ook wat achterpakken of zo. Ik kan het me niet meer herinneren. Maar toen ik in de game ging, toen deden ze net alsof er niks was. Oh, er ligt hier een noot. Dat moest ik pakken. Ik heb gewoon een sleutel nodig. Satisfaction in the atmosphere. It feeds them both. Oké, het zal wel. Mag ik even zien wat erop staat? I'll pick up a Mushkin's key from the bank and have breakfast at the gold room. Caleb. Oh, dat was Caleb die dat zei. Nou, dat is al lang gebeurd. Caleb is al lang dood ook, volgens mij. Leave with car. We moeten nu dus weggaan met de auto. Waar staat die auto dan? Oh, die staat al hier te wachten, joh. We gaan hier al helemaal weg. Maar ik heb een sleutel... Ik heb nu een sleutel gekregen, maar die sleutel die is nergens voor nodig ofzo. For men's and son's key. Was het niet gewoon van deze deur? Waarom moest die man eigenlijk dan dood? Waarom heb ik hem vermoord? Omdat dit Lucius is, Roy. Dan vermoorden we iedereen. Nee, we vermoorden iedereen. Oké, we hebben dit level ook gewoon gedaan. Ludlow is too small for me. Nou, echt zo. Het ging best snel. Dit was Ludlow al. Dus nu krijgen we weer een stukje film te zien, denk ik. Waarbij een ander deel van het... Het spel gaan zien. We gaan het nu meemaken. Ik ben benieuwd. Jongens, proost hè? Pok! Bonfire on the field and the burning cross meant that Gilmore was already working towards the seven trumpets. The boy was falling behind, so I decided to help him by stealing a truck filled with pesticides. It would take the boy straight to the third trumpet, leaving Isaac fulfilling the second. It would be through the nearby water plant. Where wormwood would poison a third of the water sources and men would die drinking it. Uh-oh. That would even the score between Lucius and Isaac, putting them both on the same level. Oh, giftig water, zo te zien. It would be a race to the finish between the two grim brothers. Ik weet niet of jullie dat merken, maar het beeld is echt heel raar hier. Would alone be worthy to sit on the dark throne. Uh-oh.
die gaat makkelijk dood. Echt, pok, op de vloer. Nou, ging het zo makkelijk, maar in het echt. Nou ja, voor Lucius dan, niet voor mij. Holy crap, waar zijn we nou weer? Of is het de bedoeling dat we dit gaan doen? Ik heb geen idee. Get to the... Wow. Ik kan gewoon worden overreden hier. Ik moet uitkijken, jongens. Holy crap. Oké. Ludlow, water treatment plant. Get through the one through the gate. Oh, mag ik naar binnen? Gaan ze hem open doen dan? Do you smell smoke? Dat zeggen ze. Ruik je rook hier? Wat is dit nou weer? Wat een slecht acteurs. Oké, ik ga door. Weet je wat ik doe? Weet je wat jij doet, jongeman? Hij moet even weggaan. Wat we dan kunnen doen? Zo. Doen we zo eventjes en dan kunnen we er langs. Go ahead. G. Thank you. We zijn binnen. We zijn binnen, jongens. We zijn binnen. Wow. Third of the oceans will become blood. This was Isaac's doing. We would have to work fast if we wanted to gain the same prestige he was currently gaining. The fuck? Oké. Ik weet nou niet wat ik net allemaal zag, maar het zal wel. Ik weet niet of ik hier allemaal mag lopen. Ik denk het niet. Ik heb ook letterlijk geen idee wat we hier precies allemaal gaan doen. Volgens mij mogen die mensen me ook niet zien. Want volgens mij mogen we hier geen eens zijn. Ik heb geen idee. Ik ga deze even... Breakable, high voltage. Ik moet hier naar binnen, denk ik. Ik moet sowieso hier naar binnen. Misschien kan ik ook via hierboven daar wel komen. Maar ik weet niet of dat wel kan. Use. We kunnen hier naar boven gaan. Ik heb letterlijk geen idee. Ik ben hier nog nooit geweest. Nou ja, dat is niet zo gek, Roy. Oh nee, hier kunnen we er ook niet komen. Hier zit alleen maar van die pijpjes. En daar kunnen we ook niks mee. Hier is fixing some pipes and the valves. Tough job. Tough medicine. Medicines. Hij heeft pillen voor ons misschien. Als we hem vermoorden hebben we pillen. Maar greetings. Hallo ze. Ik wil gewoon eventjes naar beneden. Oké, wat is dit? Ik druk er gewoon op. Ik weet niet wat het precies is. Het zal wel. Oh yeah. This looks good. This looks good. Break. Use. Shit, het is nu kapot. Dat was niet de bedoeling. Oh, dat moet hier gewoon in. Use. Oh, kijk eens aan. Oh, daar gaat er al een. Dat was niet de bedoeling. Dit was niet de bedoeling. Misschien kunnen we use. Hey, zit hij er nu in? Ja. Oké. Ja. Oké, Roy. Gooi er wat tegenaan. Nee, ik moest hem aanzetten gewoon. Oké, nu doet hij het. Ga er maar naartoe. Wow, wat de hel gebeurt er? Wow. Ja, ga erin. Oh, bijna. Hij zat er bijna in. Shit. Nu heeft hij paniek. Uh-oh. Ik heb niks gedaan. Oeh, het ging mis. Oh nee, hij ziet me. Oh, hij loopt letterlijk weg. Oké, dan ga ik de gate dicht doen. Dan is hij sowieso weg. Zo. Gate. Thank you. Doei. Als ze nu naar binnen gaat, ga ik echt bad. Oké, kom. Go. Ga dicht. Dan zijn we één guy tenminste kwijt. Ja. Yes. Kijk, dan zijn we die man zijn we dan kwijt. Dan ga ik wel even dit doen, want het is echt heet in de weg. Ik gooi er even tegen... money. Ik gooi de money tegenaan. Ik ben zo'n rijke jongen, hoor. Joes, hoppatee. Maak ook nog ineens geluid. Hier, oké. Pick up money. En laat ik het eventjes aan die man zien. Waar is die man? Die man is echt helemaal weg of zo. Nou, oké. Ik heb pillen. Het geluid zit hier vet hard. Holy crap. Oké, hier ligt nog een wallet. Fertilizer. Wat is dat? Ik weet even niet meer wat het is. Oh, de muziek. Ik zet hem voor mezelf even wat zachter. Super Agro Growth Fertilizer for various plants. Oh, dat is voor chemicals that should not be mixed with gasoline. Ik heb nog explosive canister. Maar ik weet niet. Kan ik dit ook doen? Dit is nu... Oh my god. Break. Nee, dat heb ik niet nodig. We hebben hier ook nog een klok. Die kan ik ook meenemen ofzo. Wat ligt hier nog? Een pen. En er ligt hier nog een notebook. Ik neem alles gewoon mee. Ik heb toch ruimte daarvoor. Dus we gaan het wel zien. Misschien zit hier ook nog wel wat in. Donuts. Oh, we kunnen altijd nog donuts met pillen maken. Want ik heb nog pillen over. Dus dat is wel nice. Wat ligt hier? Water canister. Een compressor. Oké, daar kunnen we ook nog mee doen. Modify. Compressor full of pressure. Could be useful for shooting some kind of wooden sticks. Ik heb nog een wooden stick. Kijk.
Put een stick. Zo, die zit er nu in. Dus als er nu iemand hier loopt of zo, dan schiet dat ding dat af. Of waar richt hij op? Zal ik het gewoon schieten? Of wacht, waar zit die paal? Dat zit hieronder. Dus stel die man, die loopt hierheen. Dan zou die doodgaan. Heb ik dat nodig? Hij heeft wel pillen, maar het is niet echt nodig of zo dat die man doodgaat. Nou oké, wat is dit? Overhead lift switcher. Oh, hij loopt nu. Die man loopt nu. Oh, als hij nou even hierin loopt. Ja, ik kan hem ook daar neerzetten, maar ik vind het niet zo nodig, weet je. Het kost allemaal weer powers. Want ik kan dat zeg maar doen met mijn power control. Alleen ik vind het niet echt nodig, dus ik ga die stick weer pakken, denk ik. Dan hebben we hem wel gewoon een ander keertje. Ik kan hem zeker nu in pakken. Nou oké, dan laat ik hem wel erin zitten. Misschien komen we hier nog wel een keertje terug. I don't know, ik heb geen idee. Hij heeft een sleutel. Maar hebben we die sleutel echt nodig? Ik denk het niet echt. Hier zit een deur. Oh ja, die sleutel hebben we wel nodig. Oké, dus die guy moet dood. Nou, dan weten we al wat we gaan doen. We gaan de donuts mengen met de pillen. Dat werkt altijd wel heel makkelijk. Dus dat is wel nice. Oh, hier ligt ook zo'n compressor. Een air compressor. Kan ik hier niet iets leuks mee doen of zo? Er ligt hier een kabeltje. Airhose. Compressor airhose. Wat zou ik daarmee kunnen doen? Ik heb geen idee. Nee, ik heb geen idee. Ik ga hier de donuts neerleggen. En dan neemt hij maar gewoon eventjes de donuts. Dat is wel wat makkelijker. Zo, hier stond hij net. Dus dan gaat hij zomaar lekker de donuts eten. Wat stond hier nou trouwens nog? Gasoline canister. Oeh, die hebben we nog nooit gehad. Dat is wel nice. Hier, pak je donuts, guy. Ja, lekker dan. Lekker dan. Hij pakt het al lekker. Oh yeah. Oh yeah. Eet yo donuts. Hallo. Hallo. Weet je, als ik donuts zag op de grond, had ik misschien ook wel ze gegeten. Oké, moeten ze wel dicht zitten hoor. Niet zomaar gewoon los. Dat gaat verder dan me. Dat doen we niet hoor. Zo, locked. Hoppatee, die is open nu. Zijn die mensen? Oh, hier is iemand binnen. Holy crap, iemand zit hier op de wc. Leuk. Good to know. Good for you, hey. Zo, even kijken. Wat hebben we hier? Electric cabinet. Flammable barrel. We're doing for the bottles. Bottles. Fragile. We hebben nog van die pliers. Nee, we hebben niet van die pliers. Shit. Ik bedoel van die gereedschap dingetjes, jongens. Daar kan je dingen mee breken. Dus dan kan je dat ook breken. Oh, hallo. Ik heb misschien wat nodig uit dit kastje. Deze pillen. Mag ik de pillen? Hallo, ik pak de pillen. Dank u. U mag de wallet hebben. Dat boeit me helemaal niks. Zo. Donuts. Talking about donuts. Talking about soda cans. Oh, lekker joh. Lekker dan. Wat is dit voor kamertje? Wat, ik snap het. Is dit een soort kantine misschien? Geen idee. We kunnen pillen met donuts doen. Dat kunnen we doen. We kunnen ook... wat kunnen we hier doen? We maken het spannend. Waar leidt het naartoe? Leidt het naar de wc? Oh, het leidt hier naartoe. Misschien kunnen we hier wel wat leuks mee doen. Even kijken. We kunnen wel eventjes experimenteren misschien. Ik ben echt steeds beter geworden in het spel. Ik merk het echt aan mezelf. We hebben steeds ook meer het gevoel dat we ook iets weten om mensen mee te vermoorden. Holy shit. Heb ik dit zojuist gedaan? Echt? Use. Ga maar aan. Oké, dan ga ik een flammable can gooien. Even kijken of dat werkt. Explosive acid. Oh, die hebben we ook nog. Wat nice. Oké, ik ga gewoon even spelen met dit. Ik heb er toch heel veel van. Misschien komt er wel een keigrote explosie nu. Oh, yes. Oh, nee. En er was ook nog raken ook. Oh, deze vrouw, dat boeit er helemaal niks. Die denkt, nou, ik heb toch een mooie broek aan. Mij maakt het toch niet uit wat er gebeurt. Oké, nou, mooi. Had zij nog wat? Volgens mij had ze helemaal niks. Waarom gaat zij dan dood? Verdomme, leef of zo. Oké, het is beter dat ze dood is. Dat klinkt ook weer zo erg. Maar hallo, dit is Loesjes. Daar kan dit allemaal gebeuren, oké. Heb hij nog wat? Steve? Nou, ik doe wel de deur dicht voor Steve. Ik ben een aardige jongen. Ik doe even de deur dicht. Oh, jongens. Jongens. Ik heb niks gedaan. Hij ruikt denk ik rook of zo. Wat kunnen we hier nog doen? Water pipes. Going to the wall. Electric current. Current would run through them nicely. Giving the toilet on the journal with some spark. Oeh. Als we dit breken, jongens. Dan gaat die dude hiernaast gaat hij dood door de elektriciteit. Dat is wel leuk. Dat is wel een leuk experimentje. Maar daar hebben we niks aan. We hebben hier wat anders nodig. Het is denk ik van... A Mexican looking fat guy doing something important while sitting still. Maar we mogen hier niet heen. Dat ziet hij direct of zo.
Dus ik ga gewoon maar hier chillen. Ja, daar hou ik van. Ik hou van de Bottle of Acid. Ik ben echt fan van de Bottle of Acid. Dat is echt mijn geluksdingetje. Want kijk, deze guy kan nu doodgaan. Kijk, hij moest niet dood. Hij moet niet dood of zo, maar hij is echt vervelend. Dus nu gaat hij maar zo dood. Ja, nou, zo gedaan toch? Zo gepiept. Oh, ik moet er toch wel heen. Dus eigenlijk moest hij wel dood. Nou, heb ik het gewoon gefixt. Per se voor skills. Ik heb nog 2 skill points. Dus dat is wel nice. Hoppatee. Object update, objective update. Kijk eens aan. Ik vind het allemaal helemaal mooi. We gaan het allemaal meemaken. Oh shit. Nee, ik heb niks gedaan. Oh nee. Nee, ik zit vast in de muur. Zag je dat? Kijk wat er gebeurt. Game over. Ah, wat jammer. Nou, oké, ja, maakt in ieder geval niet zoveel uit. Dan gaan we dat gewoon de volgende keer weer lekker fixen. Ik weet niet waar we nu zijn. We komen hier aan. We kunnen hier wel allemaal weer doorheen hoor, though. Dat kunnen we allemaal. Dus we gaan hier gewoon de volgende keer gaan we gewoon hier lekker weer mee verder. We gaan het wel meemaken in de volgende aflevering van Lucius. En dan zie ik jullie hopelijk volgende keer weer hier op Alles Games met een nieuwe aflevering van Lucius. Als je dit een leuke video vond, vergeet niet eventjes een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe dan eventjes nog steeds. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer hier met een nieuwe aflevering van Lucius. Jongens, bedankt voor het kijken en bye bye.